Nou, kregen ook meer tegen. 4 uit 10. Natuurlijk ook met die zin. Gaat de eerste helft en die de aftrap mag nemen. Bij Vitesse, 1 wijziging. Jonathans haalt er. Jonathans. De allergevaarlijkste. Egbrink. Jonathans, Egbrink. Jonathans. Voorzet er niet uit Goedelje. Dit is Jonathans die hem nu meekrijgt. Bocht. Hilton zit daartussen. Nog. Jonathans. Die bal zou kunnen vangen. Jonathans. Goedelje. Jonathans mee en Egbrink. Als maker van de enige en dus winnende goal in die wedstrijden. Deze Jonathans. De 16 in. En nu terugleggen. Dat is de bedoeling. En dan... Jonathans. Hij heeft er al 6 gemaakt deze competitie. De 2 wedstrijden. Jonathans. Ook een aanbieding heeft om voor de te gebruiken. Dus... Dat zou prima zijn. Dit is Goedelje. Die krijgt daar de kans. Dit is Jonathan. Zoeken naar het gaatje. Bosses. Die. Anders van al 6 treffers. De andere hier. Jonathan uiteindelijk via Mbemba. Even op adem kan komen. Jonathan. Jonathan. Prima controle. Anders naar binnen. Nou, dat heeft... Jonathans. Koller wordt echt weggewuifd. Jonathans. Jonathans nu wel naar buiten. Zal er eentje onder moeten komen. Of ja, Jonathans, prima actie. Egbrink. Corner. Als laatste aangeraakt door Hilton. Oh, als Hilton uitglijdt is dit Jonathans. Voorlopig is dat wel de stand die op het scorebord prijkt. Nou, 45. Jonathans, inhouden. Lekker neerleggen, de 8-in, dat is de goal! Een treffer in deze wedstrijd. En die had gewoon aan beide kanten kunnen vallen. Hij valt aan de Vitesse kant. Wat je ook misschien dan zou kunnen uitleggen als een overtreding. Waarbij in ieder geval een van de Dordrecht-verdedigers geblesseerd. Is dit lastig? Goedelje, bal terug. Jonathans, dan is het een hoekschop. Jonathans. Maar Geras voor het schot in de verre hoek. Bossin heeft dat. Jonathans. Ja, en weer wordt Jonathans gezocht. Omdat je weet dat er wat gebeurt als hij de bal... Jonathans. Mbemba. Toch zou zijn, maar de arbitrage dacht er anders over. Ingeleverd. Ja, natuurlijk. Het is het meer om in het rijtje te komen van Daniels en van Engels. Van ja, een goede bal. Schuurman, dit is prima gespeeld. En de goal, de gelijkmaker aan van Vianen met de assist. Maar Goedelje onderwijl wordt gewisseld en dus op de grond ligt. Dat de man
die tegenover de linksback staat, normaal gesproken, ook nog zo'n beetje je beste speler, dat hij dan de vrijheid heeft. Naar RKC voor de beker. Maar hij zit op 2 november Vitesse tegen Topos. Dordrecht speelt volgend weekend tegen Jong Utrecht thuis. Jonathans komt er dan toch weer langs. Het is een, blijft een plaagde. Jonathans. Er langs, maar krijgt hij dan juist nog tijd voor. En daar is hij weer. Daar is hij weer. En weer voor het einde op voorsprong. Ja, de vrije trap, Schuurman. Scherp naar binnen, daar kan die bal door van de avond binnen worden gelopen. En dan is nog eens daar de gelijkmaker. Die er 2-2 van maakt. Dan Vitesse. Bij de 1-1 stand was het met name Dordrecht dat.